Onze zorghelden werken door heel Nederland. En sommige zorghelden zijn zichtbaar omdat ze echt werken in de frontlinie. En sommige zijn onzichtbaar omdat ze werken achter de schermen. En dat geldt ook voor de mensen die werken bij de huisartsen spoedpost Oost-Brabant. Ze nemen daar onder andere de telefoon op. En wanneer is het telefoontje nou wel? En wanneer is het nou niet spoed? En misschien wil jij wel gaan werken in de zorg en zou dit misschien iets voor je kunnen zijn? Ik ga eens even kijken. Op weg naar het triagecentrum, dat is de plek waar alle telefoontjes binnenkomen. Tot straks. Dank je. Dylan? Hi. Hi. Hoi, Kevin. Mag ik even bij je komen zitten? Tuurlijk. Ik weet niet wat ik zie. Zoveel mensen aan het werk. Ja, zeker. En die zijn allemaal nodig om de telefoon op te nemen. Zeker, de spoedzorg. Hè? Ja, en voor mij in de beeldvorming, hoeveel mensen bellen nou met de spoedpost? Dat is echt verschillend op een dag. Dat heeft echt te maken met of er een festival van activiteiten is in de buurt. Of dat lekker weer is, of juist slecht weer. We zitten echt op een dag, kunnen we wel echt duizenden telefoontjes ontvangen. En wanneer weet je nou of iets wel of niet spoed is? Je vraagt eerst naar het toestandsbeeld om te kijken, nou, wat is er precies aan de hand? Wat is er gebeurd? Komen daar nog wat dingen bij kijken? En dan hebben we ook nog een hulpmiddel om te kijken voor de urgentie. En als noods overleggen we met de arts. En dan komen we uit op een beleid. Dus dan kijken we echt of iets spoed is wat nu moet. Of is het iets wat kan wachten voor de eigen huisarts. Weet je, het is eigenlijk best een spannende baan eigenlijk. Ja, je weet niet wat je aan Nee, je weet niet wat er gebeurt. En je krijgt ook wel eens iemand aan de telefoon die misschien in paniek is. Ja, hoe ga je daarmee om? We krijgen trainingen. Ze worden opgeleid voordat we aan de telefoon komen. We krijgen inwerktrajecten. En daar worden allemaal scenario's besproken. Dus als iemand belt in paniek met een kindje die koortsstuip heeft of pijn op de borst. Ja. Wat moet je nou kunnen om hier te werken? Je moet flexibel kunnen zijn. Je moet echt flexibel zijn. Ja. En tegen druk kunnen. Ja, precies. Want het is gewoon druk en het gaat door. Ja, want het is nu zondag op het moment dat ik nu hier bij jullie te gast mag zijn. En het is echt razend druk. Ja. Ja, het is weekend. Ja. Door de week is het wel redelijk goed te doen. Het kan sowieso druk zijn, maar dan scheelt omdat de volgende dag de eigen huisarts aanwezig is. Maar in het weekend is er geen huisarts geopend, dus dan komt het allemaal hier bij ons op de spoedpost. Nou, en jij blijft dit werk nog voorlopig even doen? Jazeker. Nou, oké, als held in de zorg, want ik bedoel, dit zijn ook helden van de zorg. Ik kom je straks nog even halen. Is goed. Heb ik nog een leuke verrassing, maar voor nu laat ik je gewoon je werk doen. Ja? Dank je wel. Dit is de verrassing. Een ijskoude verrassing wel te verstaan. Ja, vooral met de warme weer, speciaal voor het zorgpersoneel. Ja, daar worden ze heel blij van. En welke smaken zijn er? Ik heb keuze uit 10 verschillende smaken. Met natuurlijk klassiekers, vanille, stracciatella, chocola en aardbei. Nou, daar gaan ze helemaal blij van worden. Nou, ga jij al voorbereidingen doen? Dan ga ik richting de huisarts. Dankjewel. Hi, Maurits. Hoi. Nou, sorry dat ik jou zo even in alle drukte kon storen. Want hoe ziet nou een dag eruit van een huisarts op de huisartsen spoedpost? We zijn hier in het weekend natuurlijk alleen maar overdag. En door de week zijn we overdag op onze eigen praktijk en zijn we hier alleen 's avonds en 's nachts. Mm-hmm. Hoe ziet het eruit? Ja, er wordt getrieerd boven bij het triagecentrum. En dan en mensen die gezien moeten worden, die krijgen een afspraak en die halen wij uit de wachtkamer. Wat geeft jou de meeste voldoening om dit werk te doen, ook op deze plek? Nou, weet je, je hebt mensen stoppen niet met ziek zijn om 5 uur. Hè? Dus soms is het gewoon nodig dat er op dat moment iets gebeurt. En dan is het wel heel fijn als je er kan zijn. Wanneer is een vraag nou wel en wanneer is die niet urgent? Ik stelde die vraag net ook al aan Dylan, maar ik ben wel benieuwd wat jij daarvan zegt. Je kan echt alleen maar zien wat niet uitgesteld kan worden. He, dus als inderdaad iemand met een ingegroeide teennagel belt, ja, dat is vervelend, dat is pijnlijk. Maar ja, daar ga je over het algemeen niet dood aan. Dan zal je even moeten wachten. Ja, precies. Hetzelfde met verstopt oor of verstuikte enkel waar je nog op kan lopen. Ja, dat hoeft allemaal niet. Als we die ook nog moeten zien, dan heb je nooit rust. Waar ligt jouw grootste drijfveer om dit werk te doen? Ja, het werk is heel leuk, het is heel afwisselend. Je werkt met mensen en zo af en toe doe je wel eens iets belangrijks. Dan, soms maak je echt een verschil in het leven. Ja, precies. Niet altijd, maar
Ja. Nou goed, hartstikke bedankt. Ik ga nog eventjes naar jouw doktersassistente, dat is Brigitte volgens mij, hè? Ja. Waar kan ik die vinden? Ik denk dat ze in het... Oké. Okay. Zal ik jou even... Ja, ook even die kant op. Dankjewel. Ja. Joe, hi. Hallo. Hi Brigitte. Mag ik even gaan zitten? Natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb er nergens last van, hoor. Oh, anders mag je meteen gaan liggen. Ja, meteen gaan liggen, dat dacht ik al, ja. Hoe ziet het werk van de doktersassistenten eruit bij de spoedpost? Oh, nou, dat is altijd wel heel leuk. Want je begint een dienst, dan is de agenda leeg en je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dat is het leuke van het werk op een spoedpost. Nou, dat kan gewoon heel rustig zijn, maar dat kan ook meteen beginnen om 5 uur met alle hectiek. Dat mensen binnenkomen lopen met van alles en nog wat. Ja, inderdaad. En je weet nooit hoe een dag... of zo'n avond of weekend gaat verlopen. Is het nou zo dat als ik mijn huisarts bel, dan ben ik meestal gewoon relaxed, want dan is er wel iets aan de hand, maar niet redelijk urgent. Ja. Is het nou zo dat mensen hier soms als een beetje hoog in hun energie zitten en dat je daar dan ook mee te maken krijgt? Ja, dat komt eigenlijk heel vaak voor, dat mensen, hun is iets overkomen en dat is soms moeilijk een beetje te plaatsen. Die komen hier echt in paniek of ongerustheid, komen ze binnen rennen. En ja, dan is het lastig om mensen een beetje te kalmeren, te woord te staan en zeggen van, nou, u mag best nog even wachten. De deur kan niet altijd meteen open. Nee. En u zult nog altijd even moeten wachten. Krijg je dan wel eens te maken met mensen die wat moeilijker zijn daarin? Ja, dat komt helaas vaak voor en steeds vaker dat mensen toch wel verbaal heel agressief zijn. Ja, onbeschoft, toch wel. En dat tegen zorgmedewerkers, dat moet eigenlijk niet kunnen. Nee. Wat zou jouw tip zijn aan mensen als het gaat om het bellen naar de spoedpost? Nou ja, ik zeg altijd heel vaak tegen mensen, bel eerst even je moeder of je oma. Kijk, als je iets bezeerd hebt of je hebt een klein wondje of je hebt je enkel verstuikt. Je mag altijd zelf even gaan koelen, een pijnstiller nemen. Je mag altijd even afwachten, want heel veel dingen valt later ook wel mee. Ja. Ja. En hoe lang doe je dit werk al? Al 20 jaar. Zo! Ja. De hoop ervaring dus. Ja. En wat is het mooiste aan het vak? Ja, toch mensen kunnen helpen. En of dat nou met een echt ernstig iets is of iets kleins. Maar ja, toch op dat moment dat je mensen kunt helpen, kalmeren. En toch ook het assisteren van de huisarts. En met mensen omgaan, dat is het allermooiste. Zeker op de spoedpost moeten niet alleen de huisartsen, maar ook natuurlijk alle mensen die hier werken het hoofd koel houden. Oh. Dus ik heb voor jullie, en zeker op deze mooie dag... een heerlijke koele versnapering. Oh, wat lekker. Oh, dat hadden jullie niet hoeven te doen. Nee, nou, we gaan het toch wel doen. Dus toch stoel. Geniet er lekker van. Lekker.